krijgen een baby. Ja. Superleuk. Echt heel leuk. Ja, dankjewel. Dankjewel. Echt heel wel ontlading om dat nu naar buiten te brengen, want dat was bijna niet meer te doen. Nee. Grote kleding aan en... Ja, op een gegeven moment willen we ook gewoon op een normale manier kunnen baby shoppen. Ja. En de dingen kunnen doen die... de normale dingen kunnen doen. Ja. En dat was op een gegeven moment wel even lastig. Dat was heel lastig. Ja. We konden nog niet shoppen. Nee, dat kon... Als wij de prenatal inliepen, dan was het met een hoodie op. Zo. Ja, echt. Ja, echt. En rennen. En rennen gewoon. We moeten dus nog een gender reveal doen. Ja, we moeten nog een gender reveal doen. Dus we weten het nog niet. We hebben natuurlijk wel een soort van... Ja, vermoedens of een gevoel of zo. We denken een... jongen. Nu een jongen, ja. In het begin was het een meisje. Een kleine slager. Ja, een kleine tablet. Ik ben nu weer een beetje aan het opbloeien. Het ging in het begin niet heel soepel. Nee, misselijk, moe, agressief, toch? Ja, ik ben er wel goed doorheen. Ja, ik heb het wel zwaar gehad, moet ik zeggen. Maar het was echt wel echt te doen, zeker. Ja. Ja. Het gaat nu beter, hè? Het gaat nu veel beter. Ja, ik ben echt aan het opbloeien. Ik heb ook weer zin om dingen te doen. Vandaar dat ik ook een tijdje offline was. En mijn hoofd helemaal niet bij social media had. We hebben niet gekozen voor de NIPT. Nee. Nee. Hoe dan ook... Houden we het. Houden we het. Is het kind meer dan welkom. En we zijn er gewoon van overtuigd dat er niks mis is. Nee, dat ons kind gezond is. En al zou dat zo zijn, dan is ons baby meer dan welkom. Ja. Het is echt een bewuste keuze geweest. Het is een bewuste keuze geweest. Ja, er is gewoon niks aan de hand. Vroeger hadden ze dat ook niet. En je hebt gewoon gezond geleefd, dus je bent zelf ook... Ja, ik heb die bevestiging niet nodig. Nee. Je weet het natuurlijk nooit, hè? Maar het kind is meer dan welkom. Ja. Als het goed voelt, dan voelt het goed. En ik ben altijd iemand geweest. Ik ben een persoon, ik luister naar mijn gevoel. En dit zit goed. Dit is de man met wie ik dit, met wie ik dit wil. Ik had het met niemand anders gewild. En ik ben ook heel erg kieskeurig geweest. En het is niet dat ik niet voor niets dat ik naast jou sta nu, op dit moment. Dus ik sta hier 100% achter. En ook met hoe je me support en wat je allemaal doet. Dankjewel, ik word er helemaal ongemakkelijk. Ja. Nee, maar dat is echt zo. Maar mensen kunnen daar een mening over hebben dat wij kort bij elkaar zijn. Maar we hebben elkaar misschien wel heel erg goed leren kennen. Ja, dat is ook waar. In de lockdown natuurlijk. Ja. Ja, we hebben elkaar inderdaad. Je kon vrij weinig doen ook hè, in de lockdown. Dus we hebben echt elkaar echt in een huiselijke sfeer op dat moment al leren kennen. En dan leer je elkaar toch wel goed kennen. Mm-hmm. En ik denk dat als je die tijd doorkomt, dan overleef je het wel. Want je zit echt 24-7 op elkaars lip. We hebben echt al pieken en dalen gehad. Ja, tuurlijk. Want dat heb je gewoon. Dat heb je gewoon. Maar uiteindelijk pakken we het gewoon goed op. Ja. En het is, zijn we er heel erg blij mee. Het is gewoon echt een goede fit. Ja. Dus ik ben echt blij. Ik ben heel gelukkig. Ja, ik ook.